Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is wolkeloos boven Nederland. In de loop van de middag zijn er wel wat stapelwolken ontstaan in de nog licht onstabiele lucht. Maar het is verder overal droog gebleven. De bewolking boven Duitsland, dat hoort allemaal bij een storing die afgelopen nacht over ons land trok. En de bewolking boven Engeland trekt weliswaar richting onze omgeving. Maar door een hoge drukgebied die steeds sterker wordt, zal die bewolking naarmate het verder naar onze omgeving komt steeds verder oplossen. Het is overal droog vanmiddag en de temperaturen op veel plaatsen tussen de 13 en de lokale 18 graden. En daar gaan we vanavond, wordt het dan blijft het dan ook helder. De temperatuur daalt weliswaar wel snel, met temperaturen tussen de 9 en 12 graden halverwege de avond. De wind neemt een kracht af en draait via het noorden langzaam naar het noordoosten toe. Vannacht dan is de wind naar het noordoosten gedraaid. Er trekken wel wat dunne velden met dunne sluierwolken over het land. Met name in het noordwesten van het land zullen die te zien zijn. Op uitgebreide schaal gaat het aan de grond vriezen. Dus vorstgevoelige plantjes die moeten even beschermd worden. En op de normale waarnemingshoogte, van ongeveer anderhalve meter boven het aardoppervlak, daalt de temperatuur lokaal tot ietsjes onder het vriespunt. En op andere plaatsen wordt het niet heel veel kouder dan 0 tot lokaal 4 graden. De grootste kans op een vorst op normale waarnemhoogte is in het noorden van het land, waar vannacht de wind waarschijnlijk eventjes helemaal wegvalt op andere plaatsen waait een zwakke wind. Morgen een prachtige dag. In de ochtend lokaal toch vrij fris met lage temperaturen en lokaal een enkele mistbank. Daarna gaat de zon volop schijnen en wordt het 16 tot lokaal 19 graden, dat alles bij een meest zwakke tot matige noordoostenwind. Op deze kaart alleen maar zonnetjes, maar ook voor de komende dagen alleen maar zonnetjes. Zaterdag alweer een stukje warmer, 19 tot lokaal 23 graden. Zondag komt er nog een schepje bovenop, dan weer zomerse waarde in het binnenland met 25 graden, ook op de Waddeneilanden dan alweer dik in de 20. Maandag op veel plaatsen nog iets warmer, de hoogste temperatuur dan 26 of misschien 27 graden. De wind blijft uit de oosten waaien en is meest matig. Als we naar de langere termijn kijken, dan is te zien dat de hoge temperaturen tot ongeveer volgende week woensdag sowieso gaan aanhouden. Het grote verschil in dag en nacht dat geeft aan dat we te maken hebben met een helder weertype. Dus ook na het weekend nog volop zonneschijn. Vanaf woensdag wel iets grotere onzekerheid. De wind gaat waarschijnlijk van zee waaien, waardoor we in wat koelere lucht terechtkomen. Maar overdag blijft het kwikken rond die 20 graden zitten. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl